staatssecretaris. Mijn vraag is als volgt. Gisteravond had u nog niks ontvangen van Aruba over de offerte. Aruba stuurde later nog een getekend document en zeggen dat ze daardoor wel degelijk op tijd waren. Mijn vraag, is die op tijd aangekomen volgens Nederland? En is Aruba inderdaad op tijd? En zo niet, wat voor consequenties zijn er dan voor Aruba? Dat is de eerste vraag. Nou, ze waren op tijd, dus dat was heel fijn. Het was laat, maar het was op tijd. Tweede vraag. Aruba beweert dat ze pas vrijdag kregen te horen over de offerte van 6,9% rente. En pas gisteren de laatste documenten kregen om te tekenen. Waarom was dit, is het klopt dat en waarom zo laat volgens Arubaanse tijd? Nou, we hebben heel lang met elkaar doorgesproken om tot een overeenkomst te komen of tot overeenstemming te komen die tot een lager rentepercentage zou kunnen leiden. Dat is helaas niet gelukt en dus hebben we inderdaad pas in de laatste weken met elkaar gesproken over de voorwaarden van die leenovereenkomst. Maar daar zijn we uiteindelijk uitgekomen. Aruba heeft ook nog voorstellen gedaan om die overeenkomst aan te passen. Dat hebben wij ook verwerkt. Dus wij zijn daar uitgekomen en uiteindelijk heeft gisteravond onze tijd gisteravond Aruba dus ook getekend. Ja, de premier heeft het over begin januari om er op een oplossing te komen, terwijl minister De Jonge het laatst had over 1 december. Mijn vraag is, wat is dan de eigenlijke datum waarop alles klaar moet zijn? 1 december of 1 december? En wat moet dan precies klaar zijn en moet alles in werking zijn zodat het klaar is? Nou ja, we hebben het gehad over, eigenlijk in het kader van Aruba hebben we het over 2 fases. Het verlagen van de rente naar het niveau van die 5,1% en uiteindelijk de verlaging naar het laagste percentage. En die eerste stap daarvoor hebben we inderdaad die LAFT nodig, die dan in moet, of de aanpassing daarvan, die in moet gaan per 1 januari. En dat betekent dat we lang voor 1 januari met elkaar daaruit moeten zijn en dat ook de Rijksministerraad zich daarover moet kunnen buigen. Ik weet niet precies wat de data zijn, maar ruim voor die tijd moeten we dat dus allemaal behandeld hebben en uitgewerkt. Ja, dat is echt.